Komt-ie. Let's go! We moeten alleen wel even voorzien aan wie we ze gaan geven. Ja, we gaan gewoon prijzen met de haren erbij slepen. Oké. Ik zat te denken, hele leuke prijs heb ik bedacht. Ja. Voor de meest zongebruinde artiest van Nederland. 3, 2, 1, Dries Roefink. Wolter Kroes. Wat? Huh? Wolter Kroes, kijk zo bruin. We zijn er weer bij en dat is prima. Hier, vangen. Ja. Ja la la la. Ja la la. Ja la la. Hey! Ja, ja. Oh, stop de muziek. Wij zijn hier met een reden. Wat dan? Je hebt hem namelijk gewonnen. Wat heb ik gewonnen? De award voor de Zonnebink. De Zonnebink Award voor de mooist gebruinde artiest van Nederland! Ja! Ik vind dat Dries Roefink hem aan moet doen. Ja, wat meer? Ja, toch? Geef hem een groot applaus, Wolter Kroes! Ik zei toch Dries Roefink? Hij zegt het zelf ook. Ja, klopt. Ik heb dus gehoord dat Britt de halve maand salaris aan de koala's heeft gedoneerd in Australië. Dit meen je. Daar is ze, Britt. Ja! Ja! Oh my god! Je hebt de award gewonnen. Ben je niet een beetje overdreven groot dierenliefhebber award? Gefeliciteerd! Dank je! Ben je er blij mee? We hebben namelijk gehoord dat jij je half salaris hebt gegeven aan de koala's. Ik heb mijn hele maandsalaris van januari gegeven. Is dat niet een beetje overdreven? Dus ik heb een beetje op friet geleefd in januari, maar, maar dit... ik heb het alle liefde gedaan. Dit lijkt me nou wel leuk. Als er iemand is die altijd perfect is, ziet er altijd irritant knap uit. En stel, je zou een mal kunnen gieten van een perfecte BN'er. Dan komt deze persoon eruit. Over wie heb je het dan? Ja, we zijn er weer, we zijn er weer. Daar gaat hij. Ja! Tim. Dit is een verrassing. Want als er een BN'er is in Nederland die altijd vriendelijk is, die er, nou ja, bizar goed uitziet, die een witte lach heeft. Ontzettend aardig. Zo erg dat het allemaal een beetje irritant wordt. Jij bent de winnaar van de Irritant Perfecte BN'er Award! Yeah. Oh. Ik wil toch wel even mijn moeder bedanken, want zonder jou had ik hier nu niet gestaan. En ook dit deed hij weer irritant perfect. Kom, we gaan. Succes! Ciao. Ik heb er twee. Wat geeft u ervoor? 5 euro. Schandalig. Deze dingen gratis gekregen. Gaat hij me voor 5 euro per stuk verkopen? Terug voor 10. Ja hoor, kijk eens. Alsjeblieft. Love is in the air. Everywhere I look around. Hé, nee, dat is gek. Het is heel gek. Donker. Even spieken. Zijn ze klef? Kom, wat zijn ze klef? Ja! Niek en Bella, gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Jullie hebben hem gewonnen! Wat hebben we gewonnen? Het liefste stel award. Het klefste stel award, lul! Jawel! Ja! Gefeliciteerd! Onwijs bedankt! Kom, we gaan weer! Doei! Oké, dag! Doei! Wat is dit? Jongen. Hey, ik zag trouwens die hele crew van GTST bij de huishoudbeurs staan. We hebben nog een award over. Nee, ik ga niet weer terug. Zijn ze alweer? Ja, alweer. Ja. Moet je eens kennen? Ja. Ah, wat een verrassing! Hallo, jullie hebben hem gewonnen. De beste soap van Nederland, maar er is maar één soap in Nederland. Award! Tot ziens. Meneer, u heeft gewonnen. U heeft de award gewonnen voor de mooiste trolley van de hele beurs. Nee, maar dat is toch wel heel mooi. Ach, ik ken pas 2 weken. Dag. Bedankt. Ja! Ja! Hey,
Annemar, waar ben je? Waar ik ben? Ik ben in Oostenrijk. Ben je weer op vakantie? Ik ben weer op vakantie. Hoezo weer? Nou, daarom hebben we iets voor jou. Jij hebt namelijk een award gewonnen. De Waarom ben je altijd op vakantie award, hij is voor jou! Yay! Yay! Doei! Dag! Oh, wou je nog wat zeggen? I'm sexy and I know it. Wie ben ik? Ja, een little kleine. Nee. Kijk nou even goed. Wie ben ik? Wie ben ik? Een gesmolten versie van Tim Douwensma. Oh, maar dat is een leuke award. Hallo. Hey, we zijn hier over de vierde keer. 6 uur later, hè? Hij is er nog steeds. Hij is nog steeds aan het optreden. Tim. We zijn nog niet klaar met je. Nee. Je hebt er niet één, maar 2 gewonnen. Heb ik er 2 gewonnen? Ja, wij liepen hier weg en we zeiden, oh, wat zit zijn haar leuk. Oh. Het is namelijk, als je haar maar goed zitten wordt, gefeliciteerd! Oh, yes! Oké, veel plezier nog. Goed jongens. Tim, ja, ik ben de beroerste niet. Wat? Ik vind namelijk dat jij ook een prijs verdient. Nee! Oh nee, kijk maar. Want dit is jouw prijs. Lees het even voor. Waarom draag je altijd een rode truiënwoord? Hoezo? Ik heb namelijk hier 1. Dit is bij Zef Detective, de rode trui van Tim. Ja. Dit is 2 bij een programma wat ons wel bekend is, Betreden op eigen risico. Rode trui. 3. Zef Live, rode trui. En hier bij Willem Bever, rode trui. Is gewoon mijn lievelingsdrui. Ik snap nu wel een beetje hoe de rest zich voelt nu. Ik ben er klaar mee. Ja, ho. We hebben nog een heel wat awards uit te reiken. Ja, maar ik zat te denken, wat nou als we al die overgebleven awards allemaal bij Ron Boshart dumpen? Dan kan hij die uitreiken. Ja! Ron! Jij hebt gewonnen. De opperuitreiker Zep Awards Award! De opper? Dat ben ik. Ja. Jij bent zo goed in awards uitreiken. Hoezo? Geef mij die ook even dan. Bedankt. Ik ga het wel uitreiken. Oké, komt in. We gaan door.